Gasten en hier leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we pushen met Olaf, de nummer 2 van Nederland nu. Um, ik sta nu eerste en hij staat tweede. Dus uh, we spelen ook met Julian. En ja, we gaan gewoon even knockout out spelen met mijn Bo. Want Bo is daar erg goed. Uh, dus dat lijkt me wel leuk even voor de video om dit te doen. Maar ja, uh, weet je, ik zie jullie wel bij het eerste potje. Uh, oh, nee, kunnen jullie trouwens de video liken en uh, abonneren en zo. Als jullie de video leuk vinden, alleen. En als jullie de video niet leuk vinden, moet je dat zeker niet doen. En laat ook een, uh, Instagram, uh, een comment achter met jouw Instagram naam. Ga ik één iemand uit de reacties volgen elke dag. En dan zeg ik op mijn verhaal wie dat is. Daarvoor hoef je niks te doen. Je hoeft alleen een reactie te plaatsen. Daarvoor hoef je niet te abonneren of te liken. Maar het wordt wel gewaardeerd gewoon. Uh, maar dat is niet verplicht. Dus ja, uh, op naar het eerste potje. Oké, okay, eigenlijk komen bij het eerste potje. Tegen een Bo, een Nani en een Tik. Uh, dit is wel de comp die eigenlijk iedereen hier speelt. En ja, uh, ik plaats hier mijn totem gewoon voor de Tik of voor de Nani achterin. En dat is precies hoe het vroeger ging in Bounty eigenlijk. En Bounty is natuurlijk premie. Daar speelden de mensen vroeger. Uh, Bonani uh, Mortis of zo, of Bonani Piper, of Bonani Tara. Uh, dat soort dingen. Uh, en dat is nu een knockout. Uh, ja, Olaf die gaat gewoon achterin zitten en dan haalt ze super. En dan kan hij zo meteen een kill gaan proberen te maken. Ik uh, vang hier mooi dat hoofd op. Want het hoofd one-shot mij niet. Heel erg mooi. Uh, volgens mij heeft Olaf het hoofd um, niet geraakt. Nee, hij heeft hem niet geraakt. Maar Julian heeft er dan een kill gemaakt. Dus dat is heel mooi. Uh, en hier komt wel een Bo aan. Dat is uh, een beetje lastig, maar we kunnen hem wel uh, aanpakken, denk ik. Uh, nou, hij heet wel alles. Hij heeft hier een makkelijker uh, uh, hoek om te schieten, uh, vind ik. Want kijk, ik moet helemaal zo schieten. Uh, en hij moet uh, de andere kant op schieten. Want kijk, hij kan zo om het muurtje schieten en ik moet zo om het muurtje. En dan kan je zien aan de pijlen dat het, uh, dat het er anders uitziet. Uh, maar dat maakt niet uit. We hebben in ieder geval gewonnen. Maar in ieder geval, de linkerzijde is beter voor Bo. Maar... Uh, Bijna elke... Oh, oops. Bijna elke Bo gaat uh, aan de linkerzijde voor hun, zeg maar. Dus ik ga wel aan de rechterzijde. Want meestal ben ik wel beter met Bo dan de andere mensen. Dus ik kan zelfs nog wel winnen. Ook als de zijde iets minder goed. Uh, maar even kijken. Ja, Olaf moet dat hoofd nu gaan, uh, gaan hitten. Uh, en dat lukt hem ook. Oh, hij is dood. Kut. Uh, nou heb ik nog één totem, die moeten we dan bewaren voor de volgende ronde. En Julian is ook bijna dood. Uh, en ja, hun hebben een nani en een tik. En wij hebben een Bo en een Tik En Bo is toch wel de minst de minste goede knorker van ons team uh, Nani en Tik zijn veel beter Maar we moeten geluk hebben dat wij meer damage hebben gedaan Maar ik vrees... Oh, we hebben weer damage gedaan, oké okay. Wij kunnen nu gewoon achterin zitten Terwijl hun ons moeten pushen Dat is dan heel lekker Want kijk, dan moeten ze ook ons pushen En dan doen we alsnog weer veel damage op hun Oh, ze staan nu voor Wat? Nee, 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 nee Ze staan nu voor Want ze hebben op mij gehit Ja Oh Dat is jammer uh, hopelijk winnen we wel het volgende potje Ik zal weer even uh, Ik heb gelukkig nog één gadget Die kan ik hier plaatsen Maar dat was kut man Ik uh, werd daar gehit En ik had niet gedacht dat ik daar dood aan zou gaan Of nou ja niet dood Maar in principe eigenlijk wel dood Ja Dit is heel mooi Dat uh, dat, dat ding daarop is gegaan In plaats van op mij Ik zal ook heel even mijn super hierop uh, krijgen Twee seconden erin staan En dan hebben we hem En eventjes kijken Olaf moet gewoon even een mooie kill maken En dan, dan staan we er heel goed voor Maar ik weet niet Oh, hij heeft de keel gemaakt. Lekker, lekker, lekker. Op de Nani. En nu kunnen we gewoon rustig chillen. Ze moeten nu naar ons komen om een keel te maken. En die Bo moet daar door de Mijn mijn heen. Uh, en dan raak ik hem nog ook. Maar helaas liggen zijn mijnen hier. Dus ik kan niet al te agressief doorpushen. Uh, ja, maakt het niet uit. Die Bo gaat nu wel uh, heel erg uh, dom erop. En we hebben gewoon gewonnen mooi, mooi, mooi eerste potjes binnen. Um, tegen een team dat ook wel hoog zat. In ieder geval de Bo zat ook wel hoog. Dat is in ieder geval lekker. Uh, en dan zie ik jullie weer bij het volgende potje volgende point tegen een Bo, een Tik en een Nani alweer. Daar komen we gewoon de hele tijd tegen. Dat, uh, dat wordt een beetje de standaard denk ik. Uh, voor deze hotstone. Of nee niet hotstone. Uh, knockout map. Um, maar ja, dat is ook zeker. Uh, als jij je Bo uh, en zo wil pushen. Doe dat zeker hier zou ik zeggen. En uh, ja, eens even kijken. Het is gewoon je hebt een goede Nani nodig. Dat is het belangrijkste. En verder uh, moet je gewoon een beetje ja, je lane kunnen houden. Uh, je hoeft niet, ik hoef niet per se deze Bo te killen. Als ik hem gewoon een beetje kan hitten af en toe. Uh, als uh, Olaf hem dan kan killen. Oh, kut, daar komt wat ding aan. Uh, kan Olaf hem tanken? Ja, lekker. Hij heeft uh, de nani daar doodgemaakt. En uh, dat is zeker lekker. En uh, nu, is, nu moeten wij gewoon uh, volhouden. Uh, ik kan gewoon een beetje op deze doorgang schieten. En verder kan er niet zo heel veel fout gaan. Uh, want we staan gewoon voor. En ook al ga ik dood, hebben wij waarschijnlijk alsnog meer schade gedaan. En uh, Olaf maakt weer een kill. Dat doet hij heel goed met Nani. Um, en dat is ook mooi. Zo uh, moet je ook spelen. Oh, kut, nu mis ik dat ding op. <laughs> en dan is hij ook zo super. Oh, dat, dat is jammer. Maar maakt niet uit. Um, even kijken, waar is de boven van hun? Waar zijn hun? Hebben ze opgegeven of zo? Oh, ze zitten met z'n allen achterin. Dat is niet zo heel slim. Uh, want dan kan Julian gewoon met zijn uh, uh, basic attacks erop spammen en dan kunnen ze helemaal niks. Zitten ze ook een beetje in een hoekje nu? Uh, Oké, okay, kut. Er komt een dik hoofd aan waar ik niks tegen kan. Oké, okay, nou nu wel. Oh, ja. Daar kon ik niks tegen doen. Ik uh, kon die niet echt dodgen omdat er ook een muur stond. Uh, dus ik kon maar twee kanten op. En ja, ik kon mijn gadget inzetten. Maar ik dacht, als we dan verliezen, is het zonde van mijn gadget. Ik wil even kijken waar de... Oh, nee. Julian is niet dood. Maar ik kan blijkbaar niet Julian spectaten. Uh, ik weet... Oh, nu kan het wel. Oké. Okay. Nou, even kijken. Uh, ik sta natuurlijk... Uh, ja, ze gaan... Uh, ze weten al dat we hebben verloren. Waarschijnlijk Olaf gaat weer in dat ding staan om ze super te krijgen. Uh, en ik... Oh! Die bolde nog bijna verpest voor hun, hoor. Oké. Okay. Uh, nou, ik heb nu mijn super. En ja, die kan ik gewoon ergens neergooien. gooien. Of als ze hun erin willen gaan lopen, ik gooi hem wel gewoon daar in het midden een beetje neer. En nu wordt het weer een beetje afwachten. Want ik ging daar te aggro. Waardoor ik toch dood ging door het uh, nani-hoofd. En ik moet even oppassen. Liggen hier misschien boom Nee, dat liggen er niet volgens mij hier. Misschien liggen ze bij jullie Dus Daar moet hij alsnog wel even voor oppassen. Uh, en ja... De Bo daar uh, werd, werd bijna gekild. Uh, even kijken. Het is een beetje uh, ja, heen en weer spel. Volgens mij hebben ze geen uh, uh, bow Ik weet ook niet waarom Olaf hier uh, niet in de totem gaat staan. Maar ja, ah, de, hij doet maar. Even kijken. Die, die Bo gaat daar sowieso dood. Die gaat daar sowieso dood. No chance. Lekker, lekker, lekker. En ik heb de tick had ik daar blijkbaar gepakt. En ja. Nu staan we er heel goed voor. We kunnen gewoon twee mensen dood laten gaan. En dan hebben we gewonnen. Dus ja, dit potje hebben we sowieso wel gewonnen. Dat is in ieder geval mooi. Uh, en dan ja, op naar het. Nou ja, we kunnen nog heel even laten zien hoe hoog de tegenstander staat. En dan daarna op naar het volgende potje. Uh, even een zielige smiley doen voor hun natuurlijk. Uh, oh, deze mensen zaten bijna op de duizend gewoon. Oké, okay. goed dat we ze hebben aangepakt dan. Uh, ja, dan moeten ze nu weer drie potjes spelen. In plaats, van, uh, in plaats van dat ze er twee moesten. En als ze deze winnen, moesten ze daar nog één. Uh, maar ja, op naar het volgende potje dan weer. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje. Weer tegen een bonani tik. Uh, ja, het, uh, we gaan er de hele tijd tegenkomen, waarschijnlijk. En ik ga weer gewoon even elke keer hetzelfde doen. Uh, volgens mij is het een beetje saai gameplay. Uh, ik hoop van niet. Oh, dus ik tegen de tik. Dat is toch iets waar je niet vrolijk van wordt. Uh, als een bo. Want ja, je kan helemaal niks tegen een tik. Ik heb hem wel twee keer git, volgens mij. Of één keer. Ik zag het niet goed. Uh, maar dat is in ieder geval lekker. Uh, de tik. Push me helemaal terug en ik kan er gewoon niks tegen doen. Even nu kunnen we wel mogen pushen, maar we hebben de niet super. Uh, en de tick kan volgens mij niet alles raken op mij. Oh, hij krijgt natuurlijk bijna zijn super. Waarschijnlijk heeft hij over één net zijn super. Dan moet ik gewoon echt oppassen. Uh, ja, en ik geef hem nu de hele tijd free hits, eigenlijk ook voor de uh, damage. Uh, wat heel vervelend is natuurlijk. Wat ook niet heel slim is van mij. Want ja, nu hebben hun meer damage voor de tiebreaker. Uh, omdat ik net deed het geheet werd door de tick. Oké. Okay. Uh, Olaf heeft nu een super. Als hij gewoon op het boven zo gaat, dan winnen we dit. Uh, want de bow kan het namelijk niet tanken. Ja hoor, oké, okay, nu hebben wij meer schade. Veel meer schade zelfs. Wat heel erg lekker natuurlijk is. Uh, dat was ook de goede play van Olaf om op de bow te gaan. Uh, dat deden we heel erg sterk en we hebben dit eerste potje gewonnen. Mooi. Uh, en dan moeten we nu weer hetzelfde doen. Uh, want ja, Olaf hoefde geen kill te maken op de bow, hij hoefde hem alleen maar te raken. Dan hadden wij meer damage voor de tiebreak en dan hadden wij gewonnen. Uh, de nani kon hij niet opgegaan, Nani heeft namelijk een gadget. Uh, Tik kon hier niet echt opgaan, Tik heeft namelijk een gadget. En Olaf heeft ook een gadget uh, met Nani. Dus hij had hij net in moeten zetten, dus hij is nu eigenlijk voor niks dood. Um, en dat is wel heel vervelend, want ik kan er niet langs hier bij de Tik. Uh, ik moet naar de kant van Julian, en dan moeten we een hele aggressive push gaan maken. Uh, maar hij wordt gekild, ja. Uh, is er iemand die, uh, Ja. Hun Nani heeft al super. Ik laat me gewoon doodgaan. Uh, doodgaan want het heeft niet 700. Uh, ja, ik kan natuurlijk. Het beste is om weg te lopen. Maar ik heb daar totaal geen zin in. Om uh, 20 seconden lang te ontsnappen. Dat is saai voor de video. Uh, nou ja, Olaf. Uh, oh, nou mooi. Die, die overleef ik gewoon. Uh, dus dat is perfect. Ze hebben wel veel schade nu voor de tiebreaker erbij daardoor. Maar ja, maakt niet uit als Olaf hier een kill kan maken. Nee, dat heeft hij niet. Helaas, oké. Okay. Uh, nu moeten wij. Oh, okay, daar liggen ook bowmines. Nou, dan moet ik even oppassen. Die zullen wel hier liggen. Oh, we hebben een kill. Oké. Okay. Ja, mooi. Uh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We staan er nu goed voor. Uh, als jullie dan al gewoon oppassen, dan uh, moeten we gewoon naar achteren. En dan hebben we gewoon gewonnen. Uh, misschien loopt de nani nog wel naar mijn bowmines. Hun bow heeft mijn mijnen trouwens wel gezien. Dus daar moet. Uh, ja, de nani moet daar gewoon in lopen of zo. Dat zou wel mooi zijn. Uh, eens even kijken. We kunnen hier gewoon achter zitten. Ik snap niet. Uh, mijn teammates moet even naar achteren. Ik ga wel. Uh... Ik hou het hier wel bezig. Want ja, Ja, die gaan erin lopen. Oh, oh, oh. Doei, doei, doei. Uh, ja, dat is mooi. Nu kan ik mezelf ook gewoon dood laten gaan. Uh, maar hij laat zichzelf al dood gaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hebben we weer een potje gewonnen? Dit team was ook wel redelijk hoog op zich. Uh, ja, weet je. Dan uh, zie ik jullie weer bij het. Uh, waarschijnlijk nog één potje. Want Olaf zit dan op 1100. Dus dan zie ik jullie bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje. Tegen een Jean, een Tick en een Piper. Oké, okay, dit zal weer een hele andere combo. En ja. Uh, de Nani kan de Piper heel makkelijk aanpakken met zijn super, uh, dus dat is heel mooi en ja, even kijken, ze worden meteen al een beetje in het nauw gedreven eigenlijk. Uh, dit is niet zo'n goede combo denk ik. Uh, even kijken, ik uh, ben wel weak, maar ik kan hier gewoon achter de muur zitten en dan kan de Piper niks doen, uh, dus dat is mooi. Dan moet de tick op me af en ja, weet je, wat doen we met een tick die op me afkomt? Die killen we gewoon lekker. Oké, okay, nu alleen nog die Piper en die is ook dood. Mooi gedaan van ons uh, drie uh, en ja, nu heeft Olaf ook zijn super. En met die super, wat gaat hij doen? Niemand zal het weten. Hij gaat denk ik kill maken op de Piper. Uh, nee, hij gaat op de tik. Oké. Okay. Oh nee, hij gaat wel op de Piper. Oké, okay. nou. Dat was mijn schuld. Want ik gaf de Piper haar... Uh, uh, ik gaf de Piper haar uh, uh, super. Ik uh, liet me hitten door de Piper. Waardoor ze haar super kreeg. En daardoor kon zij ontsnappen aan het aan uh, ding van Olaf. Dus dat was per, eigenlijk mijn fout. Maar dat maakt niet echt uit. Ik wist eigenlijk ook al dat we dit potje sowieso wel zouden winnen. Dus daarom was ik gewoon een beetje aan het rondlopen. De uh, Piper, wat de laatste game van Rank 25. Dus ja, weet je. Ik uh, wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie later, mensen.